Stuk voor stuk werden in Eindhoven-Noord honderden auto's van autobedrijvengroep HDMG dinsdagmiddag op tientallen trailers geladen en vervoerd. En niet alleen daar. Importeurs en financiers van tweedehands auto's halen hun auto's weg om te voorkomen dat de curator bij een eventueel faillissement beslag legt op auto's die bij de 12 vestigingen van HDMG in de regio stonden. De Eindhovense dealer van 10 automerken is in grote financiële problemen gekomen en vroeg uitstel van betaling aan. HDMG groeide vooral in 2003 explosief, maar kan vanwege de omstandigheden in de autobranche het hoofd niet meer boven water houden. Bij het bedrijf dat in 1985 startte, werken ongeveer 250 mensen. Woensdag meer hierover in het ED.